Oh, er is hier een ei. Een ei hoort er... Oef, 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 oef. You have been iced. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Ark Falguero, waar wij de vorige aflevering een wyvern-ei hebben gepakt. En oh mijn god, daar is hij. Ja, na de aflevering heb ik hem natuurlijk eventjes uit laten komen. Heb ik hem ook gelijk met zijn lichaam geplaatst aan de hitching post, zodat hij gelijk leveltjes zou pakken. En dat resulteert in 47 levels erbij. Helaas kunnen we de movement speed eigenlijk niet aanpassen. Als het goed is, is de movement speed al hartstikke hoog van dit beestje. Alleen dan moet ik natuurlijk toepasselijk gezien even de stamina aanpassen. Laten wij HP een klein beetje aanpassen naar 1500. En dan een klein beetje weight en melee damage. Zodat het in ieder geval nog wel een beetje zinvol is. Goed. Nu hebben wij dat eventjes gedaan. Dan wil ik eventjes een koekeloertje nemen naar het questboard. Of daar al enige verandering is in geweest. Het, steam turrets zitten nog steeds in. En al kijk ik, zie ik geen steam turrets hier in het algemeen. Dus ik weet ook niet of ze hierin geplaatst zijn. Weinig verandering. Alright, wat hebben we daar nog meer? Wat gaan we doen met Link, bla 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 bla, eieren, et cetera. Ik weet niet of dat al gebeurd is. Of Link zeg maar zijn shit open heeft gezet. Dit is een item collector. Is die inmiddels... Of staat die ook niet op collection options? Ja, die staat ook gewoon op eggs, ja. Dus die pakken beide. Die was niet voor mij. Die pakken beide eieren. Dus eieren worden sowieso gepakt. Al is het die niet, dan is het de shit van Link wel. Ik bedoel, kunnen we niet gewoon naar binnen en hem zelf op fucking... Stop collecting eggs. Joost! Joost! Je had gewoon letterlijk naar binnen kunnen lopen. Dat is het hele ding van die tribe. Wat zit erin? Er zitten best wel wat eitjes in. Fertilized Deinonychus. Ice Wyvern. Die met 2 uur gaat spoilen. Dus misschien moeten we die toch maar eventjes uit laten komen. Fertilized Allosaurussen. Oh god. Oh, dit ding is leeg. Oh god, er moet refertilizer in. Oh shit. Tuurlijk spoilen die dingen dan. Oké, hoe maak ik refertilizer? En je kan zelfs add to blacklist. Dat je zelf shit. Hoe maak ik refertilizer ook weer? Ik kan het hoogstwaarschijnlijk maken, maar ik weet even niet meer hoe. Fertilizer oil. Shit, ik ben even vergeten waar je dit doet. Oké, wij moeten dus eventjes dat gaan maken. Want anders gaan die eitjes allemaal spoilen. En dat zou heel erg zonde zijn natuurlijk. Hold up. Wacht eens even. Ik heb zelf geen fertilizer. Is Rudy dat niet hier al aan het maken? Want er staan hier echt bakken met compostbins. Ja, er staan hier gewoon bakken met fertilizer. Oké, wat hebben we dan nog meer voor refertilizer nodig? Oil, rare flowers. Kan ik dat gewoon in mijn inventaris maken? Refertilizer. Perfect. Hopelijk sta ik dichtbij genoeg alles. Stel, ik maak gewoon 100. Oké, ik kan 38 maken. That'll do. Olie hebben we genoeg. Want ik sta hoogstwaarschijnlijk in het bereik van dat hokje daar. Olie, of tenminste, dat was olie. Rare flower en rare mushroom hebben we waarschijnlijk ook genoeg. Misschien moet ik die rare flower en mushrooms even in deze icebox neerzetten. Dat lijkt me wel zo handig. Ja, want hier zitten dus ook gewoon een paar eitjes in. Deze eitjes kunnen we eigenlijk net zo goed gewoon... Waarom moet ik... Oh god, ik moet meer ijsblokken maken. Oh god, dat gebeurt niet. Waarom gebeurt dat niet? Die ijsblokken, ja, dat moet natuurlijk worden gemaakt, zodat deze dingen, ja, blijven leven. Huh? Hold up. Er zit water in, maar waarom is die not irrigated? Hold up. Ik heb waterbuizen daar toch naartoe lopen. Wie heeft ze gesloopt? Stone pipe, show. Shit, nee, wacht. Dan moet ik even naar het water toe gaan. Oh god, ik ben nog dingen aan het craften, dus ik loop tergend langzaam. Hallo, heeft er iemand wat kapot gemaakt? Hallo. De pipes houden hier op. Waarom? Waarom? What happened? Iemand heeft hier gewoon een pipe tussenuit gehaald. En er zweeft er hier nog wel een. Show. En... Show.
God damn it. Zijn er dus gewoon één of twee tussenuit gehaald? Godgloeiende. Nee, wacht. Huh? Hoe kan dat nou? Hij is nog blauw. How does that even work? Show. Intersection. Show. Hoe dan? Ja, ik wil ook weer niet de foundation eronder wegpakken. Wacht, misschien kan ik deze pakken zonder dat die in elkaar stort. Ja, hij zou toch gewoon connected moeten zijn? Waarom zegt hij dan not irrigated? Ik snap hier echt de ballen af en toe niet meer van. Ark is zo'n raar spel. Hoe dan ook, ik heb 38 refertilizer. Dus ik moet eventjes links en shit weer vullen. Zodat die eitjes niet er vandoor gaan. Dus dat in ieder geval gesetteld. Alleen, ik kan toch wel meer maken dan 38, lijkt me. Huppakee, hier. Hebben jullie nu wat meer levensduur? Ja, hier gelijk 8 dagen. Maar die Ice Wyvern moet misschien wel even uitkomen. Hoe heette dat ding ook alweer, die we op de grond konden plaatsen? Het was geen hatchery, maar het was iets van een egg... egg incubator? Oh, dat is ook gewoon zo'n machine. Incubates fertilized eggs. Ja, maar deze pakt ze niet automatisch op, of wel? Deze zou ik dan wel willen plaatsen, maar dan gewoon in het midden. Deze zou ik gewoon kunnen maken. Egg incubator. Egg. Pool. Wat mis ik? 40 glass panels. Ik heb er hier 10. Ik heb er hier... niks. Hoeveel kristal heb ik nog? Ik fucking haat kristal halen. Is dit genoeg? Ik ben bang van niet, eerlijk gezegd. 5 kristal, dus eigenlijk moet ik 4 vanaf halen. Is dit genoeg voor 40 stuks? Of eigenlijk 30? Ik moet maar 30 stuks extra hebben. Hoeveel maakt dat? Oh, dat is genoeg. Oké, gelukkig, dat redden we. En dan moeten we uiteindelijk weer een kristalrun doen. Omdat we ons leven haten. Egu. Bloep. Oh, 50. Oké, nog even wachten. Nog even wachten. Pizza! Ja, la la la, hè. Oké, die moet waarschijnlijk... Tenminste, dat gok ik. Jezus, het kan ook gewoon niet klein. Waarom moet het allemaal zo groot? Maar ik, nou goed, ik plaats het wel gewoon hier in het midden. Waarschijnlijk moet dat ene ding weer een beetje gevuld worden met water. Die andere moet ik gewoon ice cubes mee blijven maken, want dit ding is anders gewoon helemaal gek. Hoeveel kan ik er maken? Kan ik niet gewoon... Ik wil zeggen craft all, maar... Ja. Ik krijg het geluidje niet meer. Hier is een klein beetje water vanaf gegaan, dus ja, dat maakt ook niet uit. Deze blijft ook gewoon met steam maken. Perfect. Hoppakee, blijf maar maken. En dan plaatsen we deze hier, I guess. Bloep. Incubate. En dat werkt dan gewoon? Fueled by steam from the steam press. Maar dat werkt nu gewoon? Of moet ik dat bekabelen? Of incubate? Heb ik ergens... Oh, hold up. Ik heb hier gewoon letterlijk een eitje. Laten we dit eitje pakken. En dan stop ik dit eitje erin. En doe ik incubate. And then it no work. Of werkt het wel? Is hij aan het incubaten? Hij is niet aan het incubaten. Of moet ik dan het stoom hier uithalen? Gewoon 1000 stuks, ploep. En dan? Incubate. Oh! Dat werkt. Spoil time 1 dag. Dus hij incubate wel, maar hij preserved het niet. Oh, dat incubate gaat best wel snel. Hold up. Laat me dan gewoon allemaal eruit pakken. Tieft straal ik ze er allemaal in. Gaan ze allemaal incubaten als ik het juist heb? Als ik het juist heb. Ja. Oké, laat me dan gewoon al de... Oh, yes. Dus op die manier werkt het stoom. Gotcha. Oké. Ja, dat gaat het gangetje wel. Aan het einde van de aflevering ga ik checken op hoeveel ze staan. Verplaats ik ze uiteindelijk weer in de icebox. Om ze weer te preserven. Wat betreft hier ga ik even wat vlees, berries, et cetera in doen. Zodat iedereen daar een beetje van kan pakken. Wie had ooit gedacht dat... burgemeester en hoofddienaar van een dorp zo stressgevend zou zijn. Wat kan ik er nog meer in doen? Oh ja, rare flowers. Hoppakee.
Olie is niet nodig. Beetje narcoberries. Ja, seeds. Moeten we een farmpje maken? Of heeft er al iemand een farmpje? Ik weet niet, daar heb ik niet echt op gelet. En misschien is het ook weer tijd dat we iets van een dino gaan temmen. Of in ieder geval nu wel een wyvern ei gaan halen die wel gewoon meegaat. In plaats van spoiled in de eerste 2 seconden dat ik hem meeneem. Want ik voel me wel even bijzonder lullig. Echt van, ja, ik was zo blij. En toen, oh nee, toch niet. Dus dat is gewoon ronduit lullig. Used to make kibble and dyes. Oh. Om kibbel te maken is wel handig. Steampot. Ja, dan zullen we ongetwijfeld weer... We hebben gewoon meer kristal nodig. Fuck, dude. Ook als ik uiteindelijk, zeg maar... En gewoon mijn basis wil omtoveren in, zeg maar... Meer kopper. Dan... Ik zit nu te kijken, maar volgens mij heb ik daar helemaal geen kristal voor nodig. Gewoon meer copper plates. Ah, hier. Glass tops, et cetera. Oeh. Er is nog wel iets, inderdaad. Ik zie hier copper arrows staan. Crossbow. Hier, dus een power crossbow. Has significantly more power than a bow, but cannot fire rapidly. Can fire underwater. Deze wil ik nog maken. Ammo type copper arrow. Waar moet ik die maken? Steam workstation. Dat kennen wij wel. Want ik heb nu gewoon die normale crossbow. En dan zie ik van, ja, leuk, weet je. Maar ik wil die van de copper hebben. Oké, power crossbow. Plop. En wat is dit? Hydro crop plot. Multi-plant growing plot. Oh, dat klinkt wel poch. Maar we gaan eerst wel even voor de arrows. En dan weer copper arrow. Copper hook arrow is dit. Met narcotics. Used to hook dinos to the ground and make them... Oh! Holy shit, dat is ziek. Oh, dat wil ik wel een keer proberen. Maar laten wij eerst maar gewoon een stuk of 50 arrows maken. En dan zullen we ongetwijfeld meer cementing paste voor nodig hebben op lange termijn. But I don't care. Want ik wil deze... Oh, indrukwekkend. Ja, we hebben al standaard een crosshair, zeg maar, in de server zitten. Maar stel je zou dat niet hebben, dan heb je deze iron sight. En dat werkt best prima. Wow, die arrows zijn zwaar. Nice. Even kijken, 1 schot. Het klinkt gewoon exact hetzelfde. Hij reload wel sneller, heb ik het idee. Oké, zullen wij eens gaan kijken? Ik wil eigenlijk Ice Wyvern een ritje mee vliegen. Maar al komen wij uiteindelijk bij die ene grot rechtsbovenin. Of grot, greppel. Met al die wyverns erin. Kan je niet zo makkelijk in manoeuvreren met zo'n groot log beest. Dus we doen het maar gewoon nogmaals met onze PTE. En dan kunnen we kijken of we een lekker eitje eruit kunnen halen. En dan kunnen we die tegelijkertijd ook in die ene machine laten incubaten. Zodat we niet meer 5 uur hoeven te wachten de volgende keer. Wat een briljant plan. Mleep. Mleep. Eh, manta. Oké, I'll take it. Oeh, ik zit me ineens te bedenken, hè. God, waar laat ik dat zien? Arrow. Deze, die copper hook arrow. Hooks dino's to the ground and causing them to get fatigued. Dat is wel oké. Op land dino zit je van, ja prima weet je, leuk. Maar het werkt bijzonder goed op vliegdino's. Want ik zag net een paar Argentavissen. Nu zijn dat niet echt de meest snelle vliegdino's of de meest handige. What the hell is dit? Ik wilde eigenlijk deze drop pakken. Nu zie ik hier gewoon een tame hawk van... iemand. Maar laat me deze rode drop even pakken. In de hoop dat ik hoog level ben. Journeyman short. De blueprint ervan. Plus een apprentice casteroides zadel. Oeh, ik heb een casteroides. Deze is wel nice. Ik had een groen zwaard. Maar deze doet hoeveel procent? 184. We up in this. Oké, van wie? Oké, dus van ons. Link! Ruim je fucking troep op. Wat heb je hierin getemd? Is het, heeft hij hier zijn spino getemd? Ik zie hier bijzonder weinig spino's in de buurt. Dus ik weet niet hoe die er eentje hier heeft ingelokt. Maar ik wil... Jezus. Het zijn ook gewoon 3 behemoth gateways. Paar foundations. Moker veel pillars. God damn. Ruim je troep op, boy. Okely dokely, we naderen de greppel. Hey, ik zie een ijsgolem.
Die verandert nu in een steen zojuist. Rock Elemental 15. Why are you so bad? Oké, okay, we kunnen silhouetjes gaan bekijken nu. Van waar ze ongeveer zitten. Oeh, man, moet van 140 target ik daar. Even kijken. 50. 135. Weet je, met een PTE kan je super makkelijk naar binnen vliegen. En boeit het niet echt waar ze allemaal zitten. Plus witte silhouetjes op wit landschap is akelig om te bekijken. Dus ik stel gewoon voor dat we naar binnen vliegen en kijken waar ze überhaupt zitten. Hello, Ice Wyvern fuckboys. Ah, die valt me aan. Don't do it. I am innocent, my boy. Oh, er is hier een ei. Een ei hoort er... Oef. You have been iced. Ja, dankjewel. Gelukkig kunnen we met C alsnog best snel vliegen. Maar dit is... Oh god. Vlieg. We moeten dodgen. Zolang we niet nog een keer geïced worden. En dan kunnen we wegkomen. Jezus, ik schrok me dood. Maar volgens mij was het ook maar level 50 nog wat ei. Dus op zich, het boeide niet zozeer. Maar het is wel vervelend. Ik had liever gewoon deze aanvaring niet gehad. Dank u. Ik zie hier een inham. En er zit ook een ei. Nice. Welke is dit? 156 spoils in. Oh, er zitten meerdere op elkaar. Wat de hel? Kan je me nog mee wegvliegen? Oh god. Ja, maar het zijn ook gewoon gelijk spoiled 4 eitjes. Het is toch ronduit droevig. Dan pak ik er 4, want blijkbaar zijn ze op elkaar gestackt. En ze verdwijnen gewoon allemaal in mijn hand. Ah, dan moet ik al die troep gaan oppakken. Ah, dat is echt de worst. Oeh, wat is dit? Een grot die ik niet ken. En het is tyfus heet hier. Woe! Oh, hemel. Ik weet niet wat er achter me aan zit, maar ik moet oppassen. Dat was een slang. Oké, dit is akelig donker. Hold up. Oké, dit is beter. Oké, voor het geval... Ja, ik vind het akelig om hier te vliegen. Want de kans bestaat dat er gewoon op een gegeven moment zit... Dan komt die... hoe heet dat shit? Je weet wel, hoe heet dat shit? Dat je game zit van... Hé man, je beest mag hier niet vliegen. En dat je gewoon automatisch naar beneden gaat zonder dat je de controle over hebt. Plus dat er lava is. Dan bestaat de kans nog best wel eens dat gewoon je Pteranodon in het lava gaat landen. Wat natuurlijk niet echt het meest briljante idee is. Maar dan heb je gewoon geen controle over je PTE. Daar was ik een beetje bang voor. Dus ik wil eigenlijk die grot niet echt invliegen. Dus ik kan op zich wel even Googleroni om te kijken wat er nou eigenlijk in die grot zit. Valguero Explorer Map. Oké, er zou dan hier een cave entrance moeten zijn. Dat is correct. Zit daar ook... hier zit ook al een wyvern nest. Maar point of interest? Nee. Loot crate? Nee. Artifacts? Ja, aan de andere kant zit by the way ook een cave entrance. Artifact of the Sky Lord. Oh. Ja, het kan zijn dat dit inderdaad een soort doorlopende grot is hier. Maar ik weet niet of je erin kan vliegen. En ik wil eigenlijk dat risico ook niet echt nemen. What the fuck is dit, by the way? Is dit zilver? Hebben we zilver nodig? Waar hebben we zilver voor nodig? Propellant? Ah, ja. Flamethrower? Oké, fair enough. Propellant hebben we nodig voor die item collector van Rudy. Ook heb ik geen idee wat we daarmee gaan pakken, maar we hebben het vast wel nodig. Oké, er is hier echt bakken met zilver. Oh, wauw, dit loopt helemaal door hier. Hello? Oh! Hold up. Dit zijn zeker die... Ja, die viespeukies weer. Deinonychus Riders. Wat zie je verder dan? Is dit gewoon de zilverste... Motherfuckers, hebben hier iets gedaan. And I'm about to investigate. Dit is wel echt een enge grot. Dat je hier ook gewoon kan bouwen. Ouwe, als je hier bouwt... Hold up, wat is dat? Sneeuw. Ah, dit is gewoon weer een uitgang. Right. Wat hebben ze hier gedaan? Wat kan je hier temmen? Wat zeg maar van best wel groot is, wat niet door die kiertjes heen kan. I don't know. Het ziet er gewoon meer naar uit dat hier bakken met zilver is. En dat je gewoon best wel met je Ankylosaurus of met je Mantis met pickaxes hier gewoon rond kan
mappen. That's it, eigenlijk. Ja, hier kom je gewoon weer aan, in die greppel terecht. Oké, nou ja, leuk. Oh, shit. Hey, een brug. Ja, en dit is dan die andere kant van die grot, zeg maar. Maar ik moet even wegvliegen, want ik word onder vuur genomen. Of onder ijs, eerlijk gezegd. Oké, eitje. Hoort een bijtje. Pak alles en in de hoop dat ze niet spoilen. 3 fertilized zijn weg. Dus eentje leeft nog. Hold up, laat me heel even wegvliegen. Om te kijken welke er is overgebleven. 175. We in the jackpot now. Lekker dan. Deze leeft. Voor nog 8 dagen. Mooi. Wij gaan terugkeren met hele grote blij. Eenmaal wedergekeerd in het naamloze dorpje. Kunnen wij even ons eitje hier inmieteren. Hoppakeetje. Lekker man. Ja, deze zijn nog halverwege de incubations. Dus het duurt nog wel even voordat die lekker verder geïncubeerd is. Misschien dat de timer ook niet verder ging. Omdat ik niet dichtbij genoeg was. Maar ja, dat is weer iets anders. Nu zijn we wel dichtbij genoeg. En dan kan dat gewoon weer even lekker aan de haal gaan. Ja, dan moeten we toch helaas maar weer fucking kristal gaan halen. Ook al heb ik er totaal geen zin in. Maar ja, we moeten het gewoon doen. Want anders ben ik bang dat die andere knapen het niet gaan doen. Plus, we kunnen deze Apprentice Castroider Saddle wel gaan maken. Wat hebben we daar allemaal voor nodig? Fiber, hide. Hoeveel hide heb ik? Cement XP 701. Ja, dat is wel veel, maar dat hebben we wel. Hide. Heb ik ook niet veel van. Komt omdat ik ook niet echt dino's aan het kapotbeuken ben de hele tijd. Dus mijn hide voorraad is ook niet echt denderend groot. Maar goed. Eerst maar even kristal halen. En dan kunnen we wel even kijken naar onze eitjes. En wellicht wat hide extra gaan halen. Plus het Castroide zadeltje gaan maken. Oeh, zeer akelig. Een set Allosaurussen bij mijn drop. Wow, oké. Ze zijn opeens allemaal geïnteresseerd in mij. Dat was van een groep coaches die allemaal een foto wilden. Doen, foto. Ja, leuk. Hilarisch, geweldig. Het is humor, daar doen we het voor. God damn it. Ik zet echt nog specifiek gewoon mijn beesten op passive. Omdat ik al zag dat het beest in de ronde aan het vliegen was. Oh ja, en dan kan je het niet van de Ankylo winnen. Dus dan ga je maar gewoon met Pteranodon aanvallen. Jij zwakzinnig pokkenbeest. Hier. Oh, wacht eens even. Hide. Give me all the hide. Thank you. Oh, welke coördinaat is dit? Van 3042? Ja, 2942. Oké, misschien moet ik dan ook inderdaad zo'n wekelijkse quest. Of een doorlopende quest aan die jongens geven. Van hey, als je even elke keer als je inlogt, gewoon even met je lichaam langs deze route gaan. Om die kristal te farmen. Want dat hebben we gewoon nodig. Want ik heb het gevoel dat ik het nu elke keer in mijn eentje zit te doen. En dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar ja, weet je. Al doe je het met meerdere personen, dan haal je er natuurlijk gewoon meer uit. Dat is logisch. Oké, de jacht heeft 1833 kristal opgeleverd. Dus dat is wel goed. Nu wil ik eigenlijk even één noot maken. En daarop zetten wij doorlopende quests. Op 2942 vind je een kristaldeposit. Haal die helemaal leeg. Kristal is nodig voor copper nonsense. Ik weet niet of dit er allemaal op past, maar we zien wel. Ja, prima. Dat staat er gewoon op. Haal die helemaal leeg, et cetera. Noemen we die in een questboard, want ik ben een beetje spuugzat om voor de zoveelste keer dit kristal te gaan halen. Dus dan kan af en toe een van die andere jongens dat doen. En then we Gucci. Huppakee. Questje erbij. Laten we kijken hoe het staat met de eitjes. Ja, 40-40. Incubation. Ja. Ik weet niet exact hoe lang het nog gaat duren. Maar geef het even de tijd. Ja, deze. Hide. Ik heb, als het goed is, alles hiervoor. Maar ja, niet genoeg fiber. Are you... Hoe kom ik gewoon niet aan genoeg fiber? Ik dacht dat ik daar echt overvloed aan had. Nou, wie van jullie kan goed fiber verzamelen? Megatherium kan dat op zich wel, toch?
Dire Bear, gotcha. Ja, Megatherium kan dat wel. Sure. Oké, en een sikkel, maar ik heb geen sikkel. Heb ik een sikkel? Ik heb wel een sikkel. Oh, ja, dan kan ik het net zo goed met een sikkel doen. Ja, maar anders zat ik er al aan te denken om gewoon een Megatherium zadel te maken. Die zullen uiteindelijk sowieso wel zadels hebben, maar dit is een Ramshackle Metal Sikkel. Klinkt heel hevig allemaal. Dus die kunnen we net zo goed ook gewoon gebruiken. En dan moeten we heel even wat extra fiber gaan halen. Ja, in... Wat was het? Extinction had ik hier nooit last van, maar... Ja, hier dus blijkbaar wel. Dus even een paar plantjes een oplawaaier geven. Slamblam, blablablablam. Ja, ik denk dat een Megatherium dit beter kan, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Ja, of gewoon zo'n kietelkipje, maar letterlijk niemand heeft die. Dan zou ik er helemaal speciaal een moeten temmen om een klein beetje fiber te hebben. Nou, weet je, dan doe ik het gewoon wel even zo. Dat is zo lastig met een sikkel. Waar moet je nou hakken? Ik zit te zwieberen. Mijn hele bitterheid gaat naar de kloten en ik weet gewoon niet waar ik moet hakken. Het is altijd zoeken naar dat ene soort van middelpunt, zodat het bosje weggaat. Zo ongemakkelijk. Maar goed, hoeveel hebben we inmiddels? Nou, bijna 1600. Dat moet wel even een klein beetje voldoende zijn. Zeker voor dat ene zadeltje. Maakt dat dan ook weer niet heel erg uit. En anders kan ik nog altijd meer halen. Maar there we go. Fiber erin. Plop, plop, plop. Hoppakee. En ik hou zelfs nog een beetje fiber over. Alright. Apprentice Cass Roy die zadel. How about you get over here, boy? Whoop. Hoppakee. Gelijk een meer dan dubbel aan armor. En voor de rest... Nou, dat is het. Het is gewoon meer armor. Nou, het is gewoon leuk om te hebben. Hij is wel zo goed om klaar om uit te komen. Nice. Ja, fuck it. Neem maar mee. En dan vlieg ik eventjes hier naartoe. Want Link had dit eigenlijk al voorbereid. Dan hoef ik het lekker niet te doen. Hopsakee. Dan moet ik even weer alles aanzetten voor dat kleine 1%. Oké, ik weet dat het is bijzonder heet, maar we moeten dit even doorstaan. Inventaris. Werpen. En als het goed is, komt hij dan ogenblikkelijk uit. Er staat 10 seconden. Nou, dan kunnen we wel eventjes op wachten. Hè? Aha! There we have it! We noemen jou Boeboe. Ik weet niet waarom. Ik had gewoon zin om je Boeboe te noemen. Eventjes op mijn schouder om je hier uit te pakken. En dan kan ik de troep hier weer even uitzetten. Dit is wel ideaal. Dan kan ik nu de incubator gewoon weer uitzetten. En is het gewoon inderdaad al... Als iemand dan iets nodig heeft... Dan gaat hij gewoon aan het begin van zijn aflevering... Tieft hij die eieren er gewoon even in. En dan uiteindelijk, hoppakee, gaat dat te gang, stoom zit er voldoende in. Aan het einde van iemands aflevering, hoppakeetje, lekker bezig. Ja, nice, I like it. Deze staan ook zo goed op 0%, dus iemand kan die gewoon openen wanneer die wil. Die heeft nog genoeg dagen om dat te doen. En wij hebben een draakje erbij. Ik ga jou wel even hier plaatsen. En dan doe ik behavior disable wandering, zodat je in het begin nog niet wegloopt. Je moet waarschijnlijk wat te eten hebben. Dat kunnen we allemaal voor je regelen. En dan komt het allemaal goed. Oké, we hebben best wel wat weer gedaan. Ik wil me nog steeds meer verdiepen in dat hele steam en copper gebeuren. Maar daar komen we goed. We moeten uiteindelijk ook gewoon nog even wat meer levels hebben. Want uiteindelijk hier op level 90 krijg ik iets heel wonderbaarlijks. Maar we zijn nog maar level 75. Het begint nu een beetje lastig te worden. Dus ik denk dat wij bijvoorbeeld volgende aflevering kunnen wijden aan het feit dat we gewoon meer experience moeten halen. En dat kunnen we doen door gewoon hele grote muren constant te bouwen. Maar dat is heel erg resource intensief. Of we kunnen gewoon heel veel beestjes gaan killen met bijvoorbeeld mijn Deinonychus. Of met mijn Ice Wyvern tegen die tijd dat die baby boeboe en dat die volgroeid is. Maar dat zien we tegen die tijd wel weer. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video, mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij tot de volgende aflevering vermaak hebben? Dat kan, druk op de twee knoppen naast mij en dan zie ik jou graag de volgende aflevering weer. Tot ziens!